Welkom hier in Haanrade bij de Lourdesgrot achter de kerk. Gebouwd in 1940, precies 80 jaar geleden. Een grot waar Maria verscheen. Toch ging het in Lourdes helemaal niet om Maria, maar om Jezus. Het is niet zomaar toevallig een grot waar een bron ontspringt. Was Jezus niet geboren in een grot? Wij willen hier, ook in een grot waar Jezus uit opsteeg, verrees tot nieuw leven, de Eucharistie gaan vieren. Wij beginnen met het lied op bladzijde 871. Christus die verrissen is, doet ons samenkomen. Maal van zijn gedachten is, wordt hier blij hernomen. Broeders vrij en opgericht, halleluja, heft uw ogen. Halleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven. Het maal van zijn gedachten is, zal dat ons ook geven. Broeders vrij en opgericht, halleluja, heft uw ogen, halleluja, naar den hoge, heft uw ogen, naar het licht. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Van harte welkom hier in deze Lourdesgrot. Zoals u juist gezegd, het is niet zomaar toevallig een grot geweest, Maria, waar Maria verscheen. Het was ook in een grot dat Jezus werd geboren en dat hij opstond uit een rotsgraf. Nu, als Maria in Lourdes aan Bernadette zegt dat ze moet graven, dan is dat graven naar de bron. En de bron is het teken van Jezus. Hij is het die uit dat rotsgraf komt. En hij is het die voor ons de bron is van eeuwig leven. Hier in deze Eucharistie mogen wij putten aan die bron die Jezus is. Aan de verrezen Heer die ook naar ons toekomt. Uit het graf. Opdat ook wij uit het graf zouden opstaan waarin wij zijn opgesloten. Misschien het graf van ons eigen huis waarin wij zijn opgesloten, of onze kamer op de verpleegkliniek. Misschien het graf van eenzaamheid of ook van ruzie en van zonde. Christus komt echter naar ieder van ons toe. Hij wil dat graf voor ons openen. Hij wil ons zijn leven schenken. Brengen wij voor hem dan allereerst onze tekorten, onze zonden, opdat hij in zijn barmhartigheid genadig op ons zal neerzien. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Christus, ontferm u, Heer, ontferm u.
ferm u, Heer, ontferm u. Heer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader, Heer, enig geboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, een Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want gij alleen zij de Heilige, gij alleen de Heer, gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest en de heerlijkheid van God de Vader. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij hebt ons het paasmysterie geschonken als een verbond van verzoening met de mensen. Geef dat wij metterdaad navolgen wat wij belijden en vieren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord in de lezingen. Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen, toen Petrus en Johannes na de genezing van de lammen tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempel en de Sadduceeën op hen af. Verontwaardigd dat zij het volk onderricht gaven en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden, legden ze de hand op hen en namen hen in verzekerde bewaring tot de volgende dag, omdat het al avond was. Velen echter van hen die de toespraak gehoord hadden, namen het geloof aan. En het aantal mannen steeg tot ongeveer 5000. De volgende dag kwamen hun overheden, oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen, samen met de hoge priester Annas, met Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. Zij lieten hen voorleiden en vroegen: door welke kracht of in welke naam hebt ge dat gedaan? Toen sprak Petrus, vervuld van de Heilige Geest, tot hen: overheden van het volk en oudsten, indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareer die gij gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft doen opstaan, dat door die naam deze man hier gezond voor u staat. Hij is de steen, die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht
en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. Zo spreekt de Heer. De antwoordpsalm in Lars Deus staat op 548. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja. Alleluia. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, loven zijn machtig beleid. Omdat hij steeds op wondere wijze alles bestuurt in gerechtigheid. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer. Halleluja, halleluja. Hij is de God die ons verblijde, die onze nood heeft verstaan, die ons een hemels paasmaal bereidde en zonder vrees door de wereld laat gaan. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Alleluia, alleluia. Alleluia. De Heer zij met u en met uw geest uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Zij antwoordden, dan gaan wij mee. Ze gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan, vrienden, hebben jullie soms wat vis? Nee, zeiden ze. Toen beval hij hun, werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen. Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij macht het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus, het is de Heer. Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan, want hij droeg slechts een onderkleed en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver uit de kust, slechts ongeveer 200 el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. Toen zij land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen, haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt. Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 153 stuks. En ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun, komt ontbijten. Weten dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen hem vragen, wie zijt gij? Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen,
sinds hij uit de doden was opgestaan. Zo spreekt de Heer. Een wonderlijk evangelie. Die laatste verschijning van Jezus, zoals Johannes die heeft opgeschreven. Simon Petrus zegt, ik ga vissen. Je zou zeggen, je gaat vissen? Jezus is verrezen en jij gaat vissen, Petrus? Maar blijkbaar is de uitzending nog niet voltooid. Moet er nog iets worden rechtgezet? Moet nog iets worden duidelijk gemaakt? En het eerste wat duidelijk wordt is dat Petrus het alleen niet kan. Als ik nu wel eens langs de vijvers van Rolduc wandel, zie ik daar steeds meer vissers. En ik denk dat menigeen die zijn werk verloren heeft of het thuis zitten beu is, wellicht tegen zijn vrouw of tegen de man zegt, ik ga vissen. Maar meer van, ja, ik heb toch niks anders te doen. Wat zou ik de hele dag thuis zitten? Ik ga vissen. Wat zou ik anders moeten doen? Heeft misschien ook Simon Petrus gedacht. Maar we zien dat die kleine groep uit elkaar begint te vallen. Judas heeft zich opgehangen. En terwijl een aantal zeggen, dan gaan wij mee, maar we gaan tellen, dan is het Petrus, Thomas, Nathanael, de twee zonen van Zebedeus en nog twee leerlingen. Met andere woorden, nog 7 van de 12. De groep is al bijna gehalveerd. En wat is hun vangst? Niets. Hebben jullie wat vis? Nee. Maar het kan nog erger. Of beter gezegd, Johannes gebruikt een heel sterk beeld dat zo sterk is dat de vertaler van de officiële lezingenboeken van de katholieke kerk het niet letterlijk heeft durven vertalen blijkbaar. Er staat het volgende. Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan, want hij droeg slechts een onderkleed en sprong in het meer. Nou, als je in de Statenvertaling gaat kijken, dat is de meest letterlijke vertaling van het Grieks die we in Nederlandse taal hebben, dan staat er niet dat hij een onderkleed, maar hij was naakt. Petrus staat daar naakt in die boot. Zou je zeggen, staat hij daar in zijn naki te vissen? Maar Johannes is een evangelist die altijd teruggrijpt naar het begin. Zoals hij zijn evangelie begint met een nieuw scheppingsverhaal. In het begin was het woord en het woord was God, verwijzend naar de eerste schepping. Hij is het die spreekt over die paradijstuin en het graf van Jezus in het paradijs. En nu zegt hij, Petrus is naakt. Zoals Adam en Eva beseften we zijn naakt. We hebben ons losgemaakt van God, we hebben gezondigd. Wij schamen ons. We kunnen elkaar niet meer eens aankijken. Zo naakt, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En dat is de situatie van Petrus. Want als ze later aan land komt, dan staat er dat er een houtskoolvuur was aangemaakt. Een houtskoolvuur. Waar Jezus vervolgens tot 3 keer toe zal vragen aan Petrus, heb je me lief? Verwijzend naar dat andere houtskoolvuur waar Jezus Petrus tot 3 keer toe heeft gezegd, ik ken die man niet. Petrus is naakt. De kerk is klein. De kerk is uitgekleed. Wat hebben we nog? We kunnen niet eens in onze kerken de mis vieren met mensen. In zekere zin zijn we gedwongen om naar buiten te gaan. Maar Jezus vraagt aan Petrus in Petrus, heb je al een plan? Heb je een draaiboek voor de komende 1000 jaar? Of Petrus, ga je nooit meer zondigen? Nee, hij vraagt alleen dit ene. Petrus, heb je mij lief? En dat is wat hij u en mij vraagt. Heb je mij lief? En dan wordt deze Petrus, die zo naakt was uit zichzelf, die niets had, geen vis had gevangen, hij krijgt een grote opdracht. Ga en haal wat van de vis die je hebt gevangen, na die wonderbare visvangst. En hij sleept het net aan land en het zit vol met 153 stuks vissen. Er zijn exegeten die zeggen, in die tijd meende men dat er 153 verschillende volkeren waren. Met andere woorden, in het net van de kerk mag Petrus al deze mensen van alle volkeren, naties en talen bij elkaar brengen, naar Christus toe brengen. Niet omdat hij zo goed is, maar omdat Jezus hem dit charisma geeft van de eenheid.
opdat hij zou doen zoals Christus aan hem heeft gedaan, versterken in het geloof. Wij gaan Eucharistie vieren. Wij mogen weten dat Christus ook naar ons toekomt. Laten we ons hart voor hem openen. Hij zal het vullen met zijn vrede. Amen. Leggen we nu vol vertrouwen onze gebeden en vragen aan onze hemelse Vader voor. Voor de kerk, dat zij in haar voortdurende verkondiging niet enkel feiten en structuren verkondigt, maar in haar eigen dagelijkse leven laat zien dat Christus haar ware hoeksteen is. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Voor de wereld, dat er steeds ruimte en openheid mag zijn voor de christelijke mening, dat er een halt wordt toegeroepen aan de christenvervolging. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Voor onze eigen parochiegemeenschap, dat wij de onderlinge eenheid niet verliezen en in de discussies en overleggen niet zoeken naar eigen manieren van verlossing, maar steeds naar hem kijken, in wie wij alle verlost zijn. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Voor onze dierbare overledenen, dat zij in dit paasoctaaf ten volle de barmhartigheid van onze gekruisigde en verrezen Heer mogen ervaren. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vaar voor ons. En in een moment van stilte willen we onze persoonlijke intenties aan God voorleggen. Wij willen ook bidden voor Michael Goossens van Geloof en Licht uit Roermond, die vandaag jarig is, dat God hem een gezegend nieuw levensjaar mogen schenken. Wij willen ook bidden voor alle die in de ziekenhuizen liggen, voor hen die alleen zijn, voor het onbeschrijfelijke leed, ook wereldwijd, dat God mensen in hun nood nabij mogen zijn, en dat er spoedig oplossingen mogen worden gevonden voor deze pandemie. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genadig, nu wij alle de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat ze bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid, door Christus onze Heer. Amen. Water en wijn. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.
Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, o Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, voltooi welwillend in ons de uitwisseling van gaven bij deze paasviering en verander onze gehechtheid aan het aardse in een verlangen naar het hemelse. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral op deze dag die gij gemaakt hebt, bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is, het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven, voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer de God en hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Hemels. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons. Wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus, ontsluit hij nu voor ons de schrift. En wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, Almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot uw dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en herken er in uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zijn. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. En laat ons één worden in liefde en geloof. Verbonden met onze paus Franciscus, onze bisschop Harry en de hulpbisschop Everard. Maak onze ogen open voor alle nood. En leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat wij met Maria, de maagd en moeder Gods, met uw apostelen en martelaren en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus, vrede van Christus. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, beware ons tot het eeuwige leven. Amen. Het bloed van Christus beware ons tot het eeuwige leven. Jezus sprak tot zijn leerlingen: komt nu en eet. Hij nam het brood en gaf het hun. Alleluia. U die niet de communie daadwerkelijk kunnen ontvangen, kunt nu uw hart openen en vragen, kom Jezus, kom. Daartoe wil ik graag het gebed van de geestelijke communie uitspreken. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
Laat ons bidden. Heer, blijf allen die gij gered hebt met uw liefde omringen. Wij bidden u, laat hen die verlost zijn door het lijden en sterven van uw Zoon een bron van vreugde vinden in zijn verrijzenis. Door Christus onze Heer. Amen. Uit een rotsgraf, uit een grot kwam Jezus met zijn liefde naar ons toe. Zoals ook hier in deze nagebouwde grot van Lourdes, wij weten, Christus is bij ons gekomen in woord en sacrament. Na de zegen zullen we het lied zingen, Gij zijt een glans verschenen, pagina 813. En morgen vroeg 9 uur zullen we weer ergens op een bijzondere plek buiten in Kerkrade de Eucharistie vieren. Ik wens u een mooie dag toe, met bovenal Gods rijkste zegen. De Heer zij met u en met uw geest. Zegene u, de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede, wij danken God. Gij zijt een glans verschenen, verschenen voor altijd. Ook in dood verdwenen, ontstraalt uw heerlijkheid. O bitter ook de pijnen, door ons u aangedaan. Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan. U marteling, u lijden in aller wereld nood. Uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood. Het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn. Aan haat en hoon ontdogen, blijft gij ons glorie zijn.